Dit wordt mijn nieuwe bad. We zijn er. Wat gaat er nu door je heen? Geluk, een en al geluk. Zal ik zo demareren? Ik hoop dat het goed gaat komen met ons. Ik heb strap. Ieper de Piep! Hoera! Wat? Dat ik de allerbeste benen ooit heb. Verder niets. Kijk, er komt er dus hier een aanzetten, die heeft een wiel nodig, die is zijn wiel kapot gereden en dan vertelt hij me een verhaal. De kinderen maken een diepe zooi en dan zie ik dit gewoon, twee verschillende sokken, ook verschillende hoogtes, twee verschillende overschoenen. En twee verschillende overschoenen tijd. Ja. Wie maakt er nou een teringzooi van? En ook het is echt cute. Dit is al bijna leeg. Welkom bij de verhuisbrigade. Kom weer lekker naast mijn sissilo wonen. Komt elke dag voor me koken. Bakken. En koffie halen. Is hier? Ja, gaat goed. We hebben de bank alweer. En heb je de auto ook... Heb ik even laten zien. Het is al bijna leeg, joh. Zo, het is te koud, hè? Eerste ritje weer sinds terugkomst. Lekker, hoor. Weer een beetje vlak naar de polders klossen. Pam, waar zijn we? Ja, dit wordt mijn nieuwe bad. We zijn in de praxis. En wat gaan we hier doen? We gaan mijn douche ophalen. Maar eigenlijk wil je liever deze mee naar huis. Ja, dan zo voor het raam over het weiland heen kijken. Dit is hem mooi, jongens. Stortdouche. Ga er even onder staan. Ja, dit past. Meenemen. We gaan zo hoor, Jet en Jong met de badkamer. Twee kannen. Lekker douchen. Eén kapot wieltje. We zijn bij Corona Lifting. We gaan zo meteen eten met... Stefan. En wat gaan we nu doen? Stefan verrassen. Hij weet niet dat we komen, dus we gaan even naar boven. Kom. Daar is die. Dit is hem. De famous. Dit is hem, de truffelburger. Nachtenlang van gedroomd. En nu ligt hij dan op ons bordje. Het schijnt de laatste keer te zijn dat het verkocht wordt. Ja, ja, ja. Het is de laatste avond. Dus het is een hele special edition. Oké, okay. Wat gaat er nu door je heen? Ja, geluk, een en al geluk. Nou, iets smakelijk, jongens. Neem eens een hap. Oh. Voldoet het aan de verwachting? Buitengewoon. Oh. Heerlijk, lekker genieten. Jasper en Stefan die zijn dus vorige twee weken terug, denk ik. Toen ik in Australië zat, hier in dit tentje wezen eten, de truffelburger. En sindsdien hebben ze het continu over de truffelburger. De hele personeel bij Kronen, die wist ook gewoon dat wij die truffelburger gingen eten. Nee, ik wil net zeggen, want wij kwamen dus bij Kronen binnenlopen, kwamen natuurlijk boven. En toen werden we, Stefan die was even iemand aan te helpen. Dus wij werden aangesproken door een collega, wat was het eerste wat hij zei. Kan ik jullie helpen? Toen zeiden wij, nee, we komen voor Stefan. Toen zei hij van, het kwartje valt. De truffelburger. Jullie gaan de truffelburger eten. Steef die heeft de truffelburger dus even overal flink zitten promoten. Vandaag hebben we hem dus weer genuttig. Het was super. Het was top. Het was weer een lekker burgertje. Ja. En Amy was er niet bij. We hebben Amy missen we. Die is op trainingskamp in Portugal. Met de selectie voor het WK baan natuurlijk. En dat was wel jammer, maar we hebben daar even gefacetimed. Dus is een soort van alsnog bij ons geweest. En als ze terugkomt, gaan we natuurlijk even met Amy die truffelburger eten. Weet je,
ik. Jij lijkt een beetje op een truffel. Een beetje truffel in je oor. Truffel hoofd. Truffel in je reet. Goedemorgen. Zoals jullie zien is het nogal wit om ons heen. Dus ik heb besloten dat ik vandaag op de MTB ga trainen. Ik ga nu even gedag zeggen tegen Jas. Hij is een wedstrijd aan het draaien. Dus weet ik. Even concentratie. Jas die rijdt een koers op Zwift. Succes jongen. Ik denk dat er een klimmetje in zat, maar hij komt nog niet. Ik hoop wel dat hij in deze ronde zit. Dan is het een beetje saai. Zal ik zo demareren? Is goed. Maar oh nee, het klimmetje komt dadelijk. Doe eerst maar even rustig aan, je bent nog maar 3 minuten onderweg. Meegaan als hun gaan demareren. Nou, Jas die zit dus lekker op Zwift, koersje draaien. En ik ga nu dus naar Jip toe, ik ga samen met Jip rijden. We zijn in Huizen. Yeah. Van de Bos. Oh, van de Bos, ja. Waar is je regenjak? Ja, die hebben we niet. Kwijt. Droog ondershirtje. En je jas? Die heb je al gevonden net. Gevonden, ja. Oké, maar die was ook kwijt. Maar hij is super georganiseerd altijd, dus ik kan alles van daar liggen dat jij kwam. Ik kan ook precies om 10 uur weg. Precies om 10 uur weg, ja. Oké, we gaan mountainbiken. Ja. Ik heb mijn winterjack aan en een goba. En laat even zien hoe het er buiten uitziet. Oh ja, sneeuw. Maar dat heb ik eigenlijk vanmorgen al gefilmd. Oh. Maar ook in Zaandam, lieve mensen. Zaandijk, sorry. Sneeuw. Ik hoop dat het goed gaat komen met ons. Nou, ik heb strandbandjes. Ik heb strandbandjes namelijk. Ja. Je mag van mij is het heel altijd wel. Yes, we zijn onderweg naar onze birthday girl, Corientje. We gaan lekker uit eten voor Corien de verjaardag. Ja, daar zijn we. Enjoy life. Met onze jarige Job. Kom maar even in beeld. Gefeliciteerd. En we gaan nu lekker eten. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Kijk, hier. En het grand dessert. En dit is de crêpe Suzette. Zo. Ik heb crêpe. Zit er niet alles te filmen? Dat want je had een kast als je hem allemaal filmt. Ja, nee. Maar die nog overhouden. Verboden hier, jongen. Sorbetje. Lekker. Morgen we zijn we klaar om te vertrekken. Jas en ik gaan samen fietsen vandaag. En sterker nog, we gaan met de hele groep fietsen. Met Thijs, Jim, Pieter, Dion. Want het is Dion's verjaardag. Dus we hebben een surprise birthday ride. Ze staan nu klaar om weg te gaan. En dan rijden we richting Amsterdam, richting het huis van Dion. En dan gaan we surprise, surprise. En een keer daar voor de deur staan met z'n allen. Fem gaat ook mee. Nieuwe fiets, nieuw pakkie. Nieuwe helm. Alles. Jim, wat vertel je me nou net? Wat? Dat ik de allerbeste benen ooit heb. De beste van mijn carrière, denk ik. Dus daarom moet ik nu fietsen in dit weer. Oh, mooi. Deze zijn nog beter, hoor. Nog beter, helemaal. Allemaal geïnspireerd in mijn idee, hè? Met mijn naam erop ook. Ja. Ik neem ze wel nu mee. Hij gaat een jeans selectie maken. Dat vind ik ja, ook mooi. Ja. Kijk, lieve mensen. 13 minuten, nee 15 nu, maar je was hier precies 13 minuten te laat. Dat weet je toch? Overschoen game is iets verbeterd. Tweede zelfde sokken. Heb je het gezien? Tweede dood, alleen het tweede zelfde sokken. Dat is wel. Kijk, ik zal het even netjes doen, anders wordt de baas weer boos. Maar die tweede doos heb je. Fucking modepolitie altijd.
nieuwe wielen wel, dus dat is wel ook... Best saver. Kom op jongens, job. Voorbereiding. Voorbereiding, hè? Het moet wel het laatste moment. Maar het is wel voorbereiding. Het wordt niet veel filmen, lieve mensen, want zonder die handschoenen is het zo koud. Maar het is lekker hoor op het strand. Kijk hoe mooi. Jos? Wat is er? Wat is de status? Mathieu's rib at the beach. Eindelijk. Maar hartstikke gezakt weer. Ik ben even zenuwachtig. Op techniek. Techniek heeft hij zich eraf gereden. En met Rino achter.